Dit zijn de mededelingen van zondag 30 augustus. Woensdag 9 september is er een ledenvergadering. Alle leden krijgen hier nog een bericht over. Dinsdagavond 15 september is de openingsavond van onze lidmaatschapscursus. Als je nog niet lid bent en je zit erover na te denken om lid te worden, dan is dit het perfecte moment om met deze Foundation cursus mee te gaan doen. Wanneer je al wel lid bent, maar graag een opfriscursus wil van waar deze gemeente voor staat, dan mag je natuurlijk ook aanmelden. En het aanmelden kan gewoon via de website. Ook willen we weer een doopdienst gaan organiseren. Deze hebben we ingepland op zondag 8 november. Dinsdag 20 oktober hebben we daarvoor een instructieavond. Dus mocht je nog niet gedoopt zijn volgens de Bijbelse methode, dat is doop door onderdompeling, zoals Jezus Christus zelf ook gedoopt is. Maar je hebt wel een verlangen dat je verder wil wandelen met God. Dat je Hem wil gehoorzamen en dat je Hem wil volgen. Dan is dit het moment om je ook te gaan aanmelden voor deze doopdienst. Ga ook naar de website en ook hiervoor kun je aanmelden. Meld je aan voor deze instructieavond op 20 oktober. Woensdag 2 en 16 september beginnen we weer met gebedsavonden. Op die avonden gaan we dan samen bidden en hebben we de tijd om elkaar beter te leren kennen. Je hoeft je hiervoor niet op te geven, maar bij binnenkomst wordt wel gevraagd om je naam en contactgegevens op te schrijven. In de week van 21 september zullen alle connectgroepen weer van start gaan. Je zult hierover meer informatie van je eigen connectleider krijgen. De Bijbel. Hoe zit die eigenlijk in elkaar? Ik lees het wel, maar begrijp ik het ook. Er zijn ook een paar spelregels die je moet hanteren als je de Bijbel wilt uitleggen. Wil je dat allemaal leren? Meld je dan aan voor de Bijbeluitlegcursus. De cursus wordt eens in de 4 weken gehouden op een zondagavond. De eerste is op 27 september. Dat waren de mededelingen voor deze week. Tot de volgende week!